Richard van Schoten, CSV Apeldoorn, wint vanmiddag met 5-1 van NSC in Nijkerk. Jij maakte het eerste doelpunt. Hoe ging die goal? Het eerste doelpunt was een vrije trap. Hè. We kregen een vrije trap mee aan de rechterkant. En Hartge Stekkie geeft hem bij de eerste paal voor. Ik loop bij mijn man weg en ik kop hem hard binnen. Dat was de 1-0. Vervolgens wordt het ook 2-0. En de 3-0, dat was een strafschop. Jij nam hem na vorige week toen je hem miste. Waren er twijfels of dacht je, ik pak hem gewoon weer op? Nee, bij PSV moet je steeds iemand anders hem nemen. Maar nee, trainer zei gewoon, weet je, ik wissel niet. Je neemt hem gewoon. En toen ik erachter stond, dacht ik wel van, spannend. Maar jij zit weer. Hoe? Dat maakt niet uit, hij zit. Zo is het. Dit is voor jou een bekende grond. Je hebt hier een aantal seizoenen gevoetbald. Is het leuk om dan weer terug te zijn en te winnen? Ja, superleuk om terug te zijn. En vooral leuk om te winnen. En helemaal leuk om ook nog van Jochem te winnen. De stand. Inmiddels gaat het wel heel erg goed. Apeldoorn zit nou toch bij de bovenste helft duidelijk van de competitie. Ja, dat is alleen maar mooi. Hè? Maar we hebben ook een doelstelling. En de doelstelling was minimaal een prijs pakken. Dus ja, nou, dan moet je hem bovenin gaan meedraaien. Dus ja, we zullen het zien.